Yo kijkers van mijn kanaal, vandaag is er weer tijd voor een beetje wat Farming Simulator te gaan spelen. Het is een beetje lang alweer geleden, dus ik dacht ik ga Farming Simulator alweer gaan uploaden. En ja, jullie zien het, ik zit alweer in de tractor en ik ga nu even zo kalf slagen. En we zullen naar ons veld ook even gaan rijden, naar een van die velden, want ik dacht eigenlijk in de toekomst een van die velden, eigenlijk twee, drie velden eigenlijk met elkaar gewoon ook te koppelen. Dat dacht ik gewoon even zo dat gaan doen. En ik weet niet dat het eigenlijk gaat lukken of niet voor vandaag. Maar ik denk het niet echt, want we hebben best wel veel werk eigenlijk op de boerderij. Bijvoorbeeld zoals dienst. Bijvoorbeeld hooi of stro maken. Dat is best wel heel erg veel werk met die twee velden dat we eigenlijk bij elkaar hebben gekoppeld de vorige keer. Dus een van de vorige keer trouwens. Ik ben trouwens bijna bij mijn veld. Ik moet denk ik nog hier ergens ook inslagen. Als ik het goed zie is het hier al. Helemaal, als ik het heel goed zie op mijn kaart, is het hier al. En dat is ook nooit zo. We gaan laten hier even zo in gaan slagen. En dan vind ik het helemaal weer prima. Als jullie willen trouwens dat ik nog meer Farming Simulators ga uploaden. Bijvoorbeeld Farming Simulator 22 bijvoorbeeld. Ik bedoel dus eigenlijk van die video's. Laat het helemaal weten in de reacties zou ik gewoon zeggen. En ja, jullie zien het misschien al aan mijn veld. Ik ga mijn saus alweer even aan de kant alweer gaan zetten. En dat is namelijk dit veld. Gaan we namelijk ook koppelen met dat andere veld. Ik ga me nu even zo aan de kant trouwens ook gaan zetten. Want anders gaan we het niet echt laten tonen. Dus ik bedoel namelijk nummer 49, 48 en 47 gaan we namelijk koppelen. Als ik het heel goed zie. Ik zie het niet echt goed, maar ja, maakt niet veel uit. De zon schijnt een beetje hard op mijn beeld. Maakt niet veel uit. Dus deze twee velden gaan we met elkaar koppelen. En de vorige keer heb ik namelijk één veld. Namelijk... wat wou ik nu allemaal zeggen? Ik heb namelijk twee velden in één namelijk gekoppeld. Maar goed, laten we weer even om ze dingen weer gaan halen. Om ze hooimachine. Voor hooi namelijk te gaan maken. Of stro namelijk. En dan kunnen we namelijk die in de toekomst, heel in de toekomst misschien ook wel gaan verkopen. Ik heb nog altijd geen kip. Ik heb nog altijd mijn kippen nog altijd niet in een half jaar nog altijd niet eten gegeven. Dat besef ik me nu pas. Domme. We gaan namelijk even naar de hooimachine eerst even zo kan. Dus ik sla nu even ook af. En even achteruit. Kom op, ga je nog achteruit. Ja. En even zo goed ook gaan kijken. Even ook goed ook gaan kijken. Want anders kan ik het misschien ook niet. Oké, ik zit iets te. En nu kan ik hem. Oké, dankjewel. Nu ga ik even de hooimachine even in gang weer gaan zetten. Als we aan het punt zijn van... Als we aan het begin zijn van onze... die is van ons veld. Dat is namelijk hier, als ik het heel goed kan zien. Dat is hier. En dan kunnen we alweer onze hooimachine alweer gaan uitgewoon gaan plooien. Dus ik zet onze wieltjes aan en ik zet alles aan. En voilà, we zijn alweer vertrokken. Dus ja, jullie zien al hoeveel werk dat er op de boerderij vandaag is. Eigenlijk niet zo heel erg veel, maar het gaat wel heel erg hard oplopen. We hebben meer dan 3600 liter of zo. Ik zie het niet echt goed. Oké, volgens mij is ons machientje bijna weer klaar. 100%, oké, dankjewel. En staat die er al uit? Ja, oké, dankjewel. Die hooibaal is er alweer helemaal weer uit. Eerst was het namelijk gras, maar er is een bepaalde glitch dat je namelijk ook gras en namelijk ook hooi namelijk tegelijkertijd kan doen. Dus ja, maakt niet veel uit. Maar ik bedoel dus eigenlijk met die glitch namelijk, dat je eigenlijk zo... Dat je eigenlijk, ja, laat maar anders zitten. Ik raak toch nooit niet op mijn woorden. Laten we dit al heel erg snel weer gaan doen. Dus ik zie jullie over een paar minuutjes alweer terug. En dat gaat niet al te lang, hopelijk ook niet aan duren. Dus tot zover we weer. Bye. En jullie zien het namelijk ook aan mijn beeld. Ik ga hier, ik heb hier per ongeluk wat, sprietjes namelijk ook laten, per ongeluk hebben laten staan. Dus laat ik alweer verder elkaar rijden. En ja. Toch als mijn machine toch leeg is. En die is namelijk op dit moment al leeg. Dus we kunnen verder weer gaan rijden. En ja. Ik bedoel dus eigenlijk deze 4, 5, 6 weet ik veel sprieten. Dus die gaan we namelijk de volgende keer alweer over moeten gaan rijden. En ik bedoel eigenlijk met de machine eigenlijk. Met de... hoe heet die machine? Ik heb geen idee. Laat het anders maar zitten. Ja, ik ben een paar dagen geleden eigenlijk ook verjaard. Ik denk zoiets van 3, 4 dagen ongeveer alweer geleden. Op 6 november. Ik maak deze video trouwens op een woensdag namiddag. En dat is dat ik had eigenlijk verwacht dat ik eigenlijk gisteren al een video had klaar had.
Maar dat is nu altijd niet gebeurd, dus excuseer daarvoor, jongens en meisjes. Ik had het niet echt kunnen weten, maar mijn machine is weer al even ook vol. Ik kijk altijd in die spiegel. En die is alweer helemaal leeg. We gaan er alweer even door gaan rijden. Helemaal top. Maar dus hier op het punt van daar. Ik ga gewoon dit stuk even gaan volgen, zou ik gewoon zeggen. Dus niet dit stuk, dat we eigenlijk daar weer gaan hebben. Oh, wacht, daar is nog een stukje ook, ja. Ik moet sowieso weer over dat ene kleine bultje daar ook nog eens gaan rijden. Dus ik ga dat nu even zo gaan doen. En dat is namelijk ook al gebeurd. Ik denk het eerlijk gezegd wel, want er is keiveel procent wel bijgekomen, vermoed ik. Of heb ik het al? Ik heb geen idee, maar maakt niet veel uit. We gaan gewoon even proberen ook verder te gaan rijden. Dit is misschien de saaiste video dat jullie ooit al hebben gezien. En onze machine is weer al vol. 5000 liter. Heel erg veel, zou ik wel al kunnen zeggen. Jongens, ik ga namelijk alweer zo weer bij jullie alweer terugkomen. Als we namelijk de hooi en het stro of whatever ook. Dat we dat zelfs alweer even ook kunnen ophalen, zou ik weer zeggen. Ik raak bijna nooit uit mijn woorden. Wat is dit? Oké, tot zo weer, zou ik weer zeggen. Want anders hebben we zo weinig tijd ineens. Dus tot zo weer. We gaan nog juist de laatste rode lip alweer in. Dus we gaan dit stukje nog even zo gaan doen. Oh wacht, we hebben nog twee rode ook. Laat maar anders zitten. Oké, we moeten zo snel mogelijk dit namelijk even ook gaan doen. Ik weet dat ik zigzag alweer ga rijden. Ik probeer deze keer ook eens een ander liedje ook. Van, weet ik veel. Het komt nu even ook in beeld, zou ik wel al kunnen zeggen. Laat ik even dit nog even ook gaan doen. En dan zie ik daar, ik zag het daar juist nog, daar is ook nog een heel erg klein stukje dat we ook nog eens moeten gaan doen. Dus ik laat onze motor gewoon lekker aan. En we gaan er gewoon naartoe, jongens. Dus hier is alweer het allereerste klein stukje. Dus hier namelijk, en dan moeten we dit kleine stukje ook nog meenemen. Dus op deze manier. En dan nog eens één heel klein stukje, dat moeten we even zo gaan draaien. Helemaal top. Deze manier. Oké, we hebben alweer bijna alles alweer gehad. En we hebben nog ergens in de 80 of 90 zelfs procent in de aanhanger alweer zitten. Dus ik zou zeggen, laten we die hier ergens op het gras alweer parkeren. En dit zijn enorm veel mooie stronken, zou ik wel kunnen zeggen. Dus laat ik deze even hier even alweer parkeren. En dan gaan we deze namelijk even af. Zou ze alweer gaan koppelen, want dat komt zelfs alweer. Eerst moet ik deze namelijk even te goed ook nog eens gaan zetten. Dus op deze manier even afkoppelen. Dankjewel. En dan nog eens een keer even terug gaan. En dan heb ik onze verrijkramp weer nodig. En ja, dan gaat deze even geparkeerd worden hier tussen het gras, tussen deze twee dingen. En jullie zien het misschien al aan mijn geld. Ik heb namelijk best wel veel geld eigenlijk alweer. Niet echt uitgegeven of zo. Nee, ik heb best wel weinig geld uitgegeven. En ja, ik heb best wel hard eigenlijk ook wel gewerkt daarvoor. Dus ik ga deze even in zijn achteruit weer even ook gaan zetten. Zo, en dan even vooruit. Ik kan deze verrijker weer even beter even alweer zijn vorkjes een beetje uitklappen, zou ik willen zeggen. Dus ik doe dat nu. Zo. En ja, de volgende keer gaan we het misschien hebben over dat we eigenlijk de hooibotten misschien, wat zeg ik nu, hooistronken,
voor het mooie Nederlands of hoe dat, dat ding ook heet. We gaan namelijk ze alle twee namelijk oppakken, dus deze. En dan, oh, wat is dit, wat is het? Farming Simulator, oké, okay, twee botten. En dan gaan we deze namelijk even, dan gaan we deze tijdelijk bedoel ik. Tijdelijk gaan we die voor deze deur weer even parkeren. Dus voor deze deur, hier namelijk. En mijn boerderij is niet zo heel erg hard, ook niet echt veranderd. En ik zit wel een beetje hard op vast, dus ik kan er namelijk zo af, even achteruit. Op deze manier. Maar mijn boerderij is niet zo heel erg hard trouwens, ook nog niet eens veranderd. Misschien ga ik in de toekomst misschien wel een ander plekje misschien wel geven om zijn boerderij. Maar dat weet ik nog altijd niet zeker. We hebben hier nog altijd vier stronken hangen of liggen. Dus we gaan deze namelijk even zo even zetten. Dus op deze manier. En dan er recht in. Oh, dat was er scheef. Dan er terug. Dankjewel. Ach, nu heb ik nog een beter idee. Als we deze nu namelijk zo even gaan doen. Dus hier zo. Gaat deze erin. Ja, deze gaat er sowieso in. Als we nog een derde namelijk gaan bijzetten. Gaat het dan ook lukken? Ik heb geen idee. Maar dat zou helaas wel moeten. Dus ik doe deze namelijk zo. Oké, okay, dat was een beetje scheef. Ik moet een beetje naar onder. Nu is het nog altijd een beetje scheef. Een beetje nog naar onder. Oké, okay, het gaat nu altijd niet. Ik vind het een beetje raar. Ja, ze zijn er al drie volgens mij op. En dat is niet echt zo. Oké. Okay. We gaan één keertje namelijk even proberen. Hij zat er wel in. Hij zat er wel in. Maar ik ga altijd gewoon... Ja, tussen of zo. Is hij nu erin? Nee, oké. Okay. Laat maar gewoon anders zitten. Ik ga gewoon even naar de boerderij weer even ook gaan. En dan zullen we dan weer zien wat er de volgende keer alweer kan gebeuren. Ik denk dat we de volgende keer iets met eten alweer gaan maken met, voor de diertjes. Of misschien voor de mensen die dat bijvoorbeeld... ja, weet ik veel, werken. Ja, er werken niet zo heel erg veel mensen op onze boerderij. Eigenlijk beter gezegd nul. Dus dat is heel erg weinig. Laat ik gewoon even om zijn andere bottenhooi nog even zo gaan halen. Ik ga nog twee hier even namelijk even gaan halen. En dat is niet zo heel erg veel werk. Dus we gaan deze namelijk even hier namelijk weer even gaan doen. Hier eentje eraan. Ik ga zo. Zo, oké. Okay. Goed. Nu gaan we even nog een tweede namelijk hier aanhangen. Want een derde gaat helaas nog altijd niet. Helaas. Als jullie het namelijk wel willen uittesten, van mij mag het. Maar het gaat helaas nog altijd niet. En zeg nu niet dat deze er ook nog niet zo past, joh. Oké, okay, volgens mij werkt deze wel. Een beetje naar omhoog, dankjewel. En een beetje, oké. Okay. Dan deze een beetje zo, ja, oké. Okay. Ja, die hangt eraan, die hangt eraan. Oké, okay, helemaal top. En nu gaan we gewoon even naar de boerderij even weer gaan. En zo een paar keer zou ik wel kunnen zeggen. Dus minstens 5 keer, want we hebben nu al een derde of een vierde keer namelijk alweer naar hier alweer gereden. Beter gezegd een tweede keer, zie ik nu net. En ik bots overal aan. Ik weet geen idee waarom eigenlijk, maar ik moet hier direct terug het gras ook gaan afrijden. Dat komt namelijk de volgende keer in de video, want we zijn best al wel, pardon, lang alweer bezig. Excuseer dat ik waarschijnlijk heb geboerd. Dus ja, die ga ik namelijk even hier even eentje nog eens aanhangen. En dan nog eens een tweede en een derde en een vierde. Dus op deze manier. Een beetje naar onder. Een beetje zo. Ja, oké. Okay. Een beetje. Ja, oké. Okay. Dat bedoelde ik net. En dan namelijk even zo. Er gewoon één. Waarom wilt hij er niet? Oké, okay, nu ineens wel. Wajo, dat vind ik heel erg raar. En ja. Ik ga gewoon even zo een tweede hier aanhangen. Zo heel de tijd een paar keer. Zeg ik er juist al. En is deze er nu afgehangen? Nee, nog net niet. Oké, okay, helemaal top. We gaan even zo. Oh, dit gaat helemaal fout. Dit ging helemaal fout. Oké, okay, een beetje rechter. Ja, ik kan bijna recht. Ik kan bijna recht. En ik kan niet echt recht. Of toch tenminste. Jawel, jawel, jawel. Oké, okay, dankjewel. Ik kon nog maar net recht geraken. Wajo, wat was dit, joh? Wat was dit voor iets random? Is dit serieus een glitch in deze game? Maar ja, je hebt heel erg veel glitches in deze game, kan ik nu wel verzekeren. Waarom wil deze er nooit? Oké, okay, nu is het wel, maar joh. Ik snap hier zo weinig van, maar ook ja.
We hebben nog een paar stukjes op ons veld ook nog liggen. Een paar stukjes stro. Maar die kunnen we helaas vandaag nog niet op gaan halen. Dat kan ik zelfs in mijn vrije tijd nog wel gaan doen. Want ik werk nu eigenlijk een soort van op een woensdagnamiddag. Eigenlijk doe ik dat niet zo heel erg graag op een woensdagnamiddag eigenlijk werken. Maar ja. Ja, het gaat wel. Het gaat wel. Als ik ooit eens een keer ga werken of zo, dan moet het wel. Helaas wel. En deze zijn alweer afgeleverd. We hebben al 6 stukken of 8 stukken hooi. Ik vind het helemaal prima. Nog een paar stukjes. En dan kunnen we onze video alweer eindelijk afsluiten. Want ik zit hier minstens al een half uur. Zonder te editen trouwens. En dat is heel erg lang. En wacht, we hebben nog 3 stukjes. Ik moet zelfs alweer komen terug. Alweer komen rijden. En dat is namelijk deze is de eerste. Dan is deze de tweede. Ik zet die er direct aan. En voilà, we hebben er alweer de tweede namelijk erop gehangen. Maar die ene hangt er niet echt goed op. Ik weet niet of jullie het ook goed kunnen zien. Maar die ene hangt er niet echt goed op. Ja, dat is heel erg minder. Ja. Excuseer dat ik trouwens ook geen livestream heb gedaan tijdens mijn verjaardag. Maar ik wil eigenlijk liever bij mijn familie en alles ook zijn. Hopelijk snappen jullie het wel op die manier. Oké, we hebben al 1 stukje nog wel kunnen afhaken. Nog een tweede namelijk ook. Bijna. Oké, bijna. Oké, een beetje. Ja, dankjewel. Oké, maar wat ik dus ook wou zeggen. Dat is namelijk, ik wil eigenlijk liever bij mijn familie ook zijn. En ja, ik vind dat iets leuker eigenlijk om eigenlijk dan eigenlijk geen video of een livestream namelijk ook te gaan doen. Dus ja, hier hangt ook nog wel een paar sprietjes aan. Maar maakt niet veel uit. Eigenlijk is eigenlijk hooi en stro namelijk ook een beetje sprietjes. Deze komt al direct weer te groeien te hangen. Zo, dankjewel. En nu gewoon even snel de boerderij af in de boerderij gaan rijden. En dan gaan we weer de video weer helaas moeten afsluiten. En deze kan letterlijk een soort van, ja, weet ik veel wat dat ik kan doen eigenlijk. Ik weet dat ik een beetje dik bij mijn beeld alweer zit, maar als ik zo ga doen, dan hang ik er een beetje ver vanaf, vind ik. Oké, we zijn al bijna weer aangekomen. Op deze manier. Dan mag ik die nog. Wow, what the hell? Die gaat gewoon verder en verder gewoon erin. Oké, helaas, gelukkig nu niet meer. Dus jongens en meisjes, ik ga namelijk deze op de vorklift. Nee. Ik bedoel eigenlijk dit namelijk op dit grote ding weer even gaan zetten. Op deze aanhanger of zoiets. Ik weet niet hoe dat ding allemaal heet. Zet ik er perfect op. Ik ga sowieso weer even gaan kijken. Nu even nog deze. Oké, dankjewel. Op deze manier. Oh, ik zit er een beetje. Ja, oké. Helemaal top. En dan gaan de spanbandjes er weer op. En dat vind ik helemaal weer prima. En jongens en meisjes, tot de volgende keer weer. En bedankt trouwens ook voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer weer. Bye. We gaan deze namelijk even zo deze opnieuw doen. Bye. Have a good time. Bye.